ja, ik heb een nieuw apparaat. Ik heb het gewoon gekocht, dus het is geen sponsoring. Dat zeggen we bij alles tegenwoordig bij. Ja, nee, maar voor de zekerheid. Want anders dan... ja, weet je, ik vind het ook jammer dat ik niet gesponsord had gekregen. Want dit had ik al gesponsord voor de kerk. Oké, welk apparaat had je gesponsord gekregen? Ja, het is de Thermomix. Hallo, wat? Ja, Thermomix. Heb je dat nooit van gehoord? Ik heb echt helemaal geen idee waar je het over gaat. Ik denk dat mensen die op dit moment de horeca werken, dat die denken op dit moment... Hey, Thermomix. Ja, wat die is het? Ook staan. Wat doet het? Het is eigenlijk een apparaat waarmee je 12 apparaten in één. Dus je kunt erin... klinkt als een telcel, klaar. Ja, maar de grap is ook dat iedereen denkt... In Duitsland is het bijvoorbeeld, heeft iedere huisvrouw heeft het in huis. Italië en zo ook. Maar in Nederland zie je het vooral, en in België ook, in sterrenzaken. Maar wat je zegt 12 apparaten, dus het kan alles. Dus het kan eigenlijk alles. Dus je kunt er sofieten in garen, je kunt er ijs in maken. Je kunt er ook gewoon in hakselen, zeg maar. In... Hoe noem je dat, zo'n blender? Wat erin zit? Ja, je kunt er ook in koken, dus stoofvlees, dan zet je dat apparaat aan. Je kunt vanuit je telefoon, ja, ik wil er geen reclamespot van maken, anders vind ik het ook zo plat of zo. Omdat je hem niet gekregen hebt. Maar lieve mensen van Thermomix, als jullie nog een je kwijt moeten, ik wil je best wat dingen over dit apparaat zeggen natuurlijk. Als ik ijs kan hakselen en ik kan ook sous vide garen, dan heb je mij al. Maar je kunt een stoofpotje in maken. En ik had dus nu... Je kunt er ijs in maken, dingen in hakselen, een stoofpotje in maken, kun je er deeg in kneden? Kan ook, ja. Ik moet wel zeggen dat andere, dat bekende merk, die ik wel gekregen heb. Ja, nou, precies. Heb je wel gekregen? Oh, dat heb ik niet gezegd. Oké. KitchenAids. Nou, die is wat meer robuust, wat harder, maar je zou het in principe, zou je hier gewoon deeg in kunnen kneden en kunnen... Maar het is echt een absurd apparaat. En je kunt daar ook sausen in maken. Dan kun je dus gewoon een recept inladen. Dat gaat gewoon naar dat apparaat toe. En stap voor stap druk je op volgende en ga je dan je saus afmaken. En ik begin als een beetje sceptisch van, ja, is het dan wel... Ja, is het echt goed? Is het lekker? Nou, ik heb een Bernese saus gemaakt. Wat kost dit dan? Ja, en bijna niks. 1400 euro of zo, 1500. Dus het is echt gewoon voor iedereen gewoon toegankelijk. Ook als je SP stemt. Het is eigenlijk gewoon lekker om gewoon in huis te hebben. Ja, anders moet je 14 apparaten kopen. 12 was het, hè? 12 apparaten kopen. Dat is absurd. Ja, oké, maar ja, 12 apparaten keer 300 euro. Hè? Daarom. Ja, als je dan de B-merk pakt, inderdaad. Ja. Oké. Dus, wat heb jij er als lekkerste in gemaakt? Nou, die Bernese saus. Oh, dat is het lekkerste. En Bernese saus, ja, ik vind die combinatie met tournado, die je flink zout... is echt een mooie, al vooraf. Ja. Dan ga je bakken, nog een klein beetje nazouten. Dan krijgt hij echt zo'n hele mooie... Dan die zachte saus er tegenaan. Ja, en met dat zuurtje erin. Daar zit een mooie zuurtje in. Dat is, ja, ik werd zo blij van die combinatie. En dan, ik zit een klein beetje in mijn Bourgogne-periode. Maar een rode Bourgogne erbij. Dan zit je 363 dagen per jaar, toch? Ja, dat klopt. Maar die combinatie, die is echt waanzinnig. Maar het is echt een heel leuke... Ja, ik heb het er helemaal niet over gehad... omdat ik steeds dacht van ja, het is een sponsording... maar voor echte de kooknerds... ga het eens uitzoeken. Maar je hebt toch al een sous-vide apparaat... en jij hebt toch al een... Ja. Je hebt dit toch allemaal? Ja, en die sous-vide apparaat... die gebruik ik ook wel bijvoorbeeld... vooral in het voorjaar... Waar heb je dit dan voor nodig? De Mixi-Master? Thermomix. Thermomix. Nou, voor sausen. Maar ik heb laatst ook butter chicken gemaakt. Waanzinnig lekker. En dan begin je al met de pasta die je normaal kopen veel mensen dan kant en klaar. Nee, oeh. Ja, echt... Mensen, als je butter chicken maakt, ook wel geheten. Ja. Moyaki. Murg Magani, inderdaad. Murg Magani, heel goed. Ja, precies. Ja. Maak hem zelf, alsjeblieft. Maak de pasta ook zelf, alsjeblieft. Het is zo... Je doet jezelf een plezier, dat is maar dit, hè. En dan uiteindelijk heb je altijd... Ja, het is zo kom waar je het in maakt. En je hebt zoveel nog voor de dag erna. Dus ik word er heel blij van. Ik word er heel blij van. Begrijp ik wel. Ja, echt een hele leuke machine. Maar ik snap ook dat het niet voor iedereen... Nee, en het heet de Fruity Moxie Mixer? Nee, de Thermomix. Thermomixer! Ja. Ja, maar niks, hè. Dus ik heb het gewoon gekocht. In België moet ik Nee, maar kopen. Ik ga het nog een paar keer zeggen. Dan moeten ze wel een keer bij mij uitkomen, toch? Ik dacht als DJ, weet je, met mixen moet ik zo'n dingen naar... Nee, dit is een top combinatie en ik heb er heel erg van genoten, Jan. Ik krijg nu wel honger van dat. We gaan naar de Q.